Ik ben Ricky, ik ben 21 jaar en ik doe opleiding social work. Ik zit nu mijn derde jaar. We zijn hier in Amsterdam Zuidoost in de Bijlmer bij buurtcampus Zuidoost. Het project dat ik bij de buurtcampus vooral heb uitgevoerd het afgelopen jaar is het spreekuur. Daarbij helpen wij eigenlijk buurtbewoners bij allerlei soorten maatschappelijke vraagstukken. Dan kun je denken aan vragen over financiën of het lezen van een brief. Eigenlijk kleine en grote vragen die hier in de buurt spelen. Bij de buurtcampus werken we samen met een interdisciplinair team. En dat bestaat dus uit studenten van allerlei verschillende opleidingen van de faculteit maatschappij en recht. Daarin kun je toch heel erg goed inspelen op de behoeftes die de buurtbewoners hier hebben. Ik hoorde de problemen, de vragen die er speelden. Maar nu kan ik ze ook echt helpen met het oplossen ervan. En ik heb ook echt het gevoel dat ik de mensen iets kan meebrengen. Ja, wat ik meeneem naar de toekomst is, ook al vind ik het soms eng, dat het echt heel leuk is om nieuwe dingen te blijven proberen. En soms even uit je comfortzone stappen. Maar dan zal ik altijd wel zien dat het uiteindelijk allemaal meevalt. En misschien juist dingen leer waarvan ik achterkom dat ik ze eigenlijk echt heel leuk vind om te doen.